Iets is passie, dus passione, amore en l'amore per Napoli. Pizza is Napoli gebouwd. And it's kind of the home of the pizza, to be honest. Yeah, like most of the most important pizza places are there. In de echte Napolitaanse pizza is simpel and is the margherita. They say that it's because of the queen, this Regina Margherita. She was visiting in Naples and she had this pizza as like a gift from the Neapolitan people. And the king called all the best pizza baker of the village to make this pizza. And he dedicated this pizza to the margherita, that was a pizza with, is a bread with tomato sauce, mozzarella en basilicum. De tomaten, de mozzarella en de basilic zijn de kleuren van de Italiaanse vlag. En ik denk voor mij, voor mezelf, dat is de beste pizza. De beste in absoluut. Ga je alles producten erop, salami, ham, wat. Maar voor mij, margherita, altijd. Altijd. Gewoon de tomatensaus, mozzarella en deeg. That's it. If you keep it simple, then you really have the flavors of the dough, the flavors of the product they use. And everything is just how it's supposed to be. So that's why everybody goes, also other pizza bakers. I know when they go out for margherita. De pizza moet simpel zijn, moet je gewoon de deeg testen. Dus moet je gewoon niet veel ingrediënten daarop. In Italy everything seems so simple and because it's such a historical thing for us, it's 300-400 years they make it. So it's really in our culture. De pizza voor ons is belangrijk. In Napels, speciaal in Napels, de moeder zegt altijd geen zin in te koken, we gaan pizza eten. Saturday night for us is pizza, pizza birra. I mean, everyone goes to eat pizza on Saturday night or Friday night. Napels, echt cultuur. We eten pizza en lunch, we eten pizza en breakfast, alles. Diner, altijd, als we kan, altijd pizza. Altijd. That's why we're not very skinny where I'm from. Yeah. Right now, everyone that came from Italy is a pizza baker. You know, that's why I was saying before, you can say that you're a pizza baker at least after 10 years. Je bent een goede pizzaman, goed. Mageman, geloof. En hier is iedereen en ik ben pizzabakker, ik ben pizzabakker, ik ben pizzabakker. Maar ik denk deze mensen ben nooit in Napoli geweest. Pizza in Naples is very cheap because it's so common to eat pizza over there, you know. Als je echt hier wil roepen pizzabakker, jij moet minimum vanaf van 500 tot 1000 pizza per dag. Dat is wat in Napoli maken, de pizzeria. Dat is niet hetzelfde dan hier. Hier zijn heel veel pizzeria, 200 maximaal, 250 pizza per dag. Dat is heel veel. Maar er is geen pizza. Er ben je geen pizzabakker. Nee, die echte pizzabakker maakt 1000 pizza. In Napels, als je pizzeria maakt 100 pizza per dag, hij moet dicht. Traditie is traditie. Daarnaast wil je iets nieuws proberen, is geen probleem, maar je gewoon een nieuw idee hebben. One of my best friends at that time was vegan, and she said, "Oh, Novella, but you know, you have to make one vegan pizza for me." And then I thought, "Oh, wow, vegan pizza! What is vegan pizza?" You know, my father used to tell me, "If I will die 100 times, I will never understand everything about life." And that's also about pizza. I'm discovering every day new things. You need to have a new concept, right? Nee, traditioneel, roestig. Mensen moeten blij zijn. Pizza is pizza.